We gaan verder met het leven van Joshua. Afgelopen twee weken zijn we natuurlijk al in bezig in de serie Move. En ik geloof dat we een volgend hoofdstuk daaraan mogen toevoegen. En ik geloof dat we door het leven van Joshua en vandaag ook een beetje door het leven van Caleb, dat we sleutels krijgen om de belofte in bezit te gaan nemen. En ik heb een paar fragmenten uit Joshua. Eerst Joshua 1, vers 3. Hebben we vorige week ook gelezen. Daar staat: elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Een eindje verderop in vers 11, Joshua 1, vers 11, staat: ga het gehele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviant moet zorgen. Het zal over 3 dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer hun God hun geven zal. En dan maken we een sprongetje naar Joshua 14. En daar gaan we lezen vanaf vers 6. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Joshua in Gilgal. Een van hen was Caleb, de Kenizziet, de zoon van Jefune. Hij zei tegen Joshua: u weet wat de Heer aan Mozes, de godsman, in Kades Barnea aan ons beiden heeft gezegd. Caleb was een van de 2 verspieders, Joshua was die andere, die positief nieuws uitbrachten. Dus Joshua was erbij toen Mozes de belofte had gedaan. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Barnea erop uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen sloegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God, vertrouwen. Mozes beloofde me toen: omdat je de Heer, mijn God, bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat deze hele streek die je hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij heeft beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf. 45 jaar lang moest Caleb wachten op de vervulling van zijn belofte. Dat is langer dat is een stuk langer. Wij worden al ongeduldig na 45 minuten vaak. Maar 45 jaar geleden dat Mozes die belofte gaf. Toen het volk Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Zo, ik vind dit zo'n bemoediging. Leeftijd, dat zegt helemaal niks. Caleb was nog net zo sterk als 45 jaar geleden. Het is maar hoe je naar de leeftijd kijkt. Ook in de, wat wij vinden, oudere dagen kun je nog net zo krachtig zijn als dat je daarvoor was. Ik ben nog altijd net zo sterk. Ik ben nog even goed in staat als toen om te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer mij in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch ook gehoord dat de Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Als de Heer me bijstaat, zal ik zowel meester worden zoals hij heeft beloofd. Iedere keer gaat hij terug naar die belofte, zoals hij heeft beloofd. Nadat Caleb dit had gezegd, zegende Joshua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kiriat Arba, naar Arba de grootste reus onder de Enakieten. Omdat Caleb, de Kenizziet, de zoon van Jefune, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied. Tot op de dag van vandaag. En hiermee eindigde de oorlog. Ga lekker zitten. Toen ik deze fragmenten las en toen ik bezig was met het leven van Joshua en ook een stuk het leven van Caleb, toen moest ik denken aan de sponsorloop die de kinderen over 2 weken gaan doen. Want gisteren op een verjaardag was Boas met zijn sponsorformulier, die was rond aan het gaan. En dan kan je invullen hoeveel je geeft per rondje. En dan kan je dan ook nog een max aangeven, voordat ze uren blijven rondrennen. Maar op een gegeven moment kwam hij terug en iemand had opgeschreven: je krijgt €1 per rondje. En met een max van 20. Ze wisten niet precies hoe lang we ze lieten lopen. Dus ze dachten: we doen een veilige marge, een max van 20. En ik moest daaraan denken. En toen hij dat aan het doen was, toen moest ik eigenlijk denken aan dit verhaal. Dat ik dacht van: eigenlijk is de sponsorloop een beetje hetzelfde als wat hier gebeurt. Want de belofte van de sponsor is: per rondje die jij loopt, krijg je €1. Dat is de belofte. En met een max van 20. Dan ligt het eraan hoeveel rondjes Boas gaat lopen, hoeveel geld hij krijgt. Ik bedoel, de belofte staat, maar de vervulling van die belofte, dat gaat toch van de rondjes afhangen. Ik bedoel, als hij de 10 gaat lopen, dan heeft hij €10, 15, heeft hij €15, 20, heeft hij €20. Dus
de vervulling van de belofte, die hangt af met hoeveel rondjes hij gaat lopen. Maar de belofte staat. En dat vinden we bij een sponsorloop, vinden we dit een normaal principe. Dan snappen we dat. Ja, het is logisch dat het zo gaat. Want ja, als iemand zegt 1 euro per rondje, als je er 10 loopt, dan heb je geen recht op 20 euro. Dat is logisch. Maar toen ik naar dit verhaal zat te kijken en toen ik Jozua 1 las, toen dacht ik, volgens mij begrijpen we het geestelijk heel vaak niet precies hoe dat zit. Want op het moment dat de vervulling van de belofte niet in zijn volheid komt, gaan we twijfelen aan de belofte van God. Terwijl God zegt, elk stuk grond dat jullie zullen betreden, dat geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. En dan geeft hij daarna de kaders tot, van waar tot waar. Hij weet wat maximaal goed is voor zijn volk. Dus hij weet het maximale. Maar elk stuk grond dat jullie betreden, geef ik jullie. Elk rondje dat je loopt, geef ik je een euro. Maar op het moment dat er in potentie 20 euro in zit, maar je loopt maar 10 rondjes, dan kan je niet aankomen van ja, ik weet dat ik maar 10 rondjes heb gelopen, maar ik heb eigenlijk wel recht op 20. Dat is krom, hè? Dat kan niet. Maar wij gaan vaak aan de belofte van God, gaan we twijfelen op het moment dat we niet elk stuk grond betreden dat hij voor ons heeft klaargemaakt. Elk stuk grond dat jullie betreden, dat zal ik jullie geven. En ik moest er verder aan denken, maar God geeft een belofte dat hij met je meegaat, maar hij geeft niet de vervulling terwijl je zit. Dat is heel duidelijk in dit principe. Hij zegt elk stuk grond dat je zal betreden. Wat betekent dat? Oké, ik heb dit en dit en dit afgekaderd voor jou. Ik heb dit stuk grond heb ik voor je afgekaderd. Dat ligt klaar voor je, maar je moet het wel gaan betreden. De belofte staat, maar op het moment dat je het niet gaat betreden, dan blijf je hier zitten. Dus eigenlijk ten diepste bepaalde het volk zelf hoe groot het beloofde land zou gaan worden. Maakt het daarmee het beloofde land kleiner? Nee. God had de belofte gedaan. Maar op het moment dat zij naar Jericho waren gestopt en hadden gedacht van nou, dan gaan we hier gewoon wonen met z'n allen. Dan had het heel klein geweest. Op het moment dat ze verder gaan, wordt het beloofde land groter. En ik moest eraan denken dat God heeft vaak een belofte voor ons klaar liggen. Maar tussen de belofte en de vervulling raken we in de war. En een van de dingen waar ik dat vaak in zie, is dat God belooft om je zelfbeeld bijvoorbeeld te herstellen. Dat is een van de voorbeelden waarin ik het vaak zie. God belooft je om een gezond zelfbeeld te geven. Een hersteld zelfbeeld. Om jou te leren kijken door zijn ogen. En dan, we pakken die belofte en we gaan als het ware gaan we zitten van Heer, kom maar. Heer, komt u maar. Heer, ik heb uw ogen nodig. Heer, laat het me zien, laat het me zien, laat het me zien. Terwijl God, geloof ik wil zeggen, als je hiermee gaat wandelen en als je stappen gaat innemen en grond gaat innemen op basis van het woord, dan heb ik die belofte staan en dan zal je het jezelf kunnen toe-eigenen en dan zal je een vernieuwd zelfbeeld krijgen. In zoveel facetten in ons leven krijgen we een belofte, maar moeten we dan zelf gaan lopen. En ik ga jou vast een geheimpje verklappen. De strijd komt pas na de belofte. Wij denken vaak van, oké, we hebben nu de belofte, daar is de vervulling en dat is een rechte lijn naar boven. Nee, de strijd komt pas na de belofte. We gaan het zo direct zien in het leven van Jozua, in het leven van Caleb. Jozua leerde dit principe, dat je de grond moet betreden, dat je de belofte moet innemen in je leven, dat leerde hij. Hij had jarenlang had hij met Mozes gelopen. Hij had Mozes gediend. Hij had voor hem klaargestaan. Hij had het volk al jarenlang meegemaakt. En nu zat hij aan de vooravond van de grootste shift in zijn leven. Hij moet de leider worden. Hij kon altijd in de schaduw van Mozes. Weet je wel, Mozes moest op het gegeven moment weer terug naar het volk. Om te regeren over het volk. En hij kon lekker in de tent blijven. Hij kon in de aanwezigheid van God blijven. Maar nu kwam er een shift. Nu is hij de leider van het volk. Nu gingen de mensen naar hem kijken. Nu moest hij de beslissingen maken. Nu moest hij de taken verdelen, de rollen uitdelen. Jozua stond aan de grote shift in zijn leven. Maar één ding wat hij leerde, is dat hij begreep dat de belofte van God hoort je te activeren om erin te wandelen, totdat je de vervulling ziet. En niet de belofte van God wordt uitgesproken en je moet wachten tot je het vervuld ziet worden. Nee, hij begreep, de belofte activeert mij om te gaan wandelen in dat wat ik misschien nog niet zie, maar de belofte ligt er.
En dat is belangrijk om te herkennen. Dat we na de belofte moeten wij in actie komen. De belofte is Gods ding, maar de vervulling hangt ook echt van ons af. En dat maakt de belofte niet minder sterk. Dat maakt Gods invloed daarin niet minder groot. Hij heeft de belofte gedaan. Maar juist als hij een belofte heeft gedaan, is het belangrijk om in actie te komen. En aan het leven van Jozua zien we drie principes. Principes die, ik geloof dat ze onmisbaar zijn om ook in balans het evangelie te leven. Weet je, soms ontstaat er een soort van snoepjes-evangelie. Een soort Sinterklaas-evangelie. Van ja, God geeft alles, God geeft alles, God geeft alles. En als hij het niet geeft, dan raken we in paniek. Op het moment dat we het niet gelijk kunnen pakken, dan raken we in paniek. Want God is toch goed? Ja, zijn belofte is goed en God is goed. Maar wij worden geroepen om in actie te komen. God is niet een Sinterklaas die cadeautjes uitdeelt en dat je gewoon kan blijven zitten die naar je toe komt. Nee, hij geeft een belofte die met je meegaat. En daarom, elke stap die jij doet in je leven, mag je weten dat hij met je meegaat. En dat is veel belangrijker als dat jij zit en dat hij af en toe eens langskomt om je iets te geven. Ik heb liever iemand die dag in dag uit met me meegaat, als iemand die me 1 keer in de 3 maanden bezoekt en een cadeautje geeft. Want met iemand zijn is daarin veel belangrijker en veel krachtiger als af en toe eens een cadeautje krijgen. Maar als we God gaan zien als iemand die alles geeft en geeft en geeft, dan raken we in verwarring op het moment dat we niet gelijk de doorbraak zien die we verwachten. Op het moment dat hij een belofte doet, dan staat die belofte. Maar omdat we het soms verkeerd zien, gaan we twijfelen aan de belofte, terwijl we gewoon zitten tussen de belofte en de vervulling in. En de eerste sleutel in het leven van Jozua is dat je moet stukken grond betreden. Je moet het zelf betreden. Dus de belofte staat, God heeft duidelijk gemaakt wat hij heeft beloofd. Hij zegt in Jozua 1, elk stuk grond dat jullie zullen betreden zal ik jullie geven. Maak je klaar om het land in bezit te nemen dat de Heer je geven zal. Dus het gaat hier niet over het zelf verdienen. Het gaat hier niet over het zelf veroveren. Want uiteindelijk is het God. We zongen supermooi net. Het is God die onze oorlog strijdt, onze strijden strijdt, onze battles. Hij is aan het uitvechten. Dat hoeven we niet zelf te doen, maar we moeten wel zelf in beweging komen. We bepalen ten diepste uiteindelijk zelf hoe groot dat beloofde land is. En ik kom erachter dat we heel vaak genoegen nemen met een stukje waar we ons wel even veilig voelen. En we blijven er zitten en het is wel goed zo. God geeft niet afmetingen aan het volk. Hij geeft maximale afmetingen. Maar er is een groot verschil, want ze mogen zelf uiteindelijk bepalen tot hoe ver gaan we. Wat nemen we in? Wat nemen we in en wat niet? En het volk mag het zelf bepalen. En ik moest denken, terwijl ik hiermee bezig was, aan de weduwe bij Elia. Elia komt op een gegeven moment bij een weduwe. En die staat echt op het punt om te sterven van de honger. Ze staat op het punt om te sterven van de honger samen met haar zoontje. Ze hebben amper nog eten. Ze hebben nog een klein beetje meel. Een klein beetje olie hebben ze nog. En ze zegt letterlijk tegen de profeet. Ze zegt, als ik dit heb gegeten met mijn zoon, dan zullen we daarna sterven van de honger. Er was een droogte in het land. Er was geen nieuwe oogst meer. En ze zouden gaan omkomen van de honger. En wat er dan gebeurt, is dat God daardoor Elia een wonder doet. En hij zegt, zolang er geen regen is, zal deze kruik met meel zal niet leeggaan. En deze kruik met olie zal niet leeggaan. Wat een wonder. Vanaf dat moment zal ze elke dag zal ze brood kunnen bakken. Zal ze olie kunnen gebruiken. Vanaf dat moment, elke dag, hebben ze in overvloed. Hebben ze genoeg. En die vrouw is letterlijk gered van de dood op dat moment. De belofte werd door God gegeven. De belofte werd gegeven, maar ze moest het wel gaan doen. Weet je, de belofte werd gegeven. Maar weet je wat ik zo mooi vind aan deze belofte? Er staat niet, in 1 keer was de kruik vol. Want dan zie je de vervulling van de belofte al. Maar God geeft de belofte, dan moet zij in geloof moet zij het gaan gebruiken. Want dat is een stap van geloof. Ja, oké, leuk dat die profeet dat heeft gezegd. Maar als het niet op is, als het wel zo direct op is, als het niet gaat vermenigvuldigen, dan ben ik hierna gewoon dood. Dit is een leven of doodzaak waar zij het mee heeft. En ze moet in geloof, moet ze dat meel gaan gebruiken en de olie gaan gebruiken. Dus het is de belofte. Zij gaat het doen, zij komt in actie, zij betreedt het land als het ware. En dan komt de vervulling. Want dan komt ze erachter. Het raakt inderdaad niet op.
Wauw. De olie, het meel voor het brood. Dus te veel om op in te gaan met ten diepste. De meel, het brood, staat voor het lichaam van Christus. Olie staat voor de Heilige Geest, de aanwezigheid van de Heilige Geest in Jezus. Zorgen ervoor dat jij niet zal sterven. Die zorgen ervoor dat jij krachtig en eeuwig zal leven. Maar zij moet in beweging komen op de belofte. Terwijl de vervulling moet ze dan nog maar afwachten. Maar wij moeten leren om het land in bezit te gaan nemen. Het is ons beloofd. En dan moeten wij in actie komen. Op het moment dat die vrouw het niet had aangedurfd. Dat ze was blijven zitten. Dat ze was blijven twijfelen. Ja, leuk dat hij dat heeft gezegd. Maar hoe moet dat? Want mijn zoon. En ik durf het niet te gebruiken. Dan was ze gestorven van de honger. Was de belofte dan minder waar? Was het wonder dan minder waar? Nee. Maar we hebben het niet in praktijk zien komen. De belofte van God. Van het beloofde land. Die stond. Maar ze moesten het zelf gaan innemen wat hun beloofd was. En ik geloof dat we heel vaak nog in een soort slachtoffermodus kunnen blijven hangen. Deze vrouw moest uit de slachtoffermodus komen. Zij moest in geloof stappen en ze moest het doen. En we weten niet hoe ze het heeft gedaan, maar ze kon het ook nog eens op twee verschillende manieren doen. Want ze kon iedere dag een heel klein beetje blijven gebruiken, zodat ze net aan genoeg had om niet te sterven van de honger voor haar en de zoon. Maar ze kon ook de overvloed gaan gebruiken, want het zou niet opraken, staat er. Er stond geen maat. Ze zou ook de buren kunnen uitnodigen en zeggen van, jongens, we hebben overvloed, want de Heer voorziet. Ze had ook die mindset kunnen hebben. We weten niet wat het is, maar ik weet wel dat ik vaak zie in christelijk Nederland, vooral in andere landen is het ook, maar zeker bij ons zie ik dat vaak, dat we dan blijven in een soort slachtoffermindset van en een soort gevangenen van, we moeten het klein houden. Ja, God zegent ons overvloedig, maar laten we dat klein houden. Laten we niet te gek doen. Laten we het een beetje beperken. Maar het is alsof je de helft van het beloofde land in bezit neemt. En op een gegeven moment ga je denken van, maar God had toch meer beloofd? God had toch, is zijn belofte dan niet waar? Ja, zijn belofte is wel waar. Maar we moeten erin gaan wandelen. We moeten het land in bezit nemen. We moeten de belofte in bezit nemen. En dat is niet God voor je karretje spannen. Weet je, soms denken wij dat op het moment dat we de belofte, als we groot gaan dromen, als we groot gaan denken, dat we God voor ons karretje gaan spannen. Maar ten diepste is dat het serieus nemen van de belofte die hij heeft gedaan. Weet je, toen het volk het beloofde land ging innemen, was dat niet God voor hun karretje spannen. Maar dat was het belofte, het woord van God serieus nemen. Dus als God een belofte heeft gelegd op jouw leven en je gaat hem zelf downsize omdat je denkt van, ach ja, ik ben maar. Dan nemen we ten diepste nemen we Gods belofte niet serieus. En als we er wel voor gaan, dan is dat niet God voor ons karretje spannen. Dan is dat niet out of your league denken. Dan is dat niet te groot, dat is geen waanzin. Nee, dat is Gods woord serieus nemen. God verlangt ernaar dat we zijn woord serieus nemen. Er ligt een belofte op jouw leven. En God verlangt ernaar dat je die helemaal in bezit neemt. Helemaal in bezit neemt. Niet denken op het gegeven moment als je ergens bent dat je denkt van, nou, dit is eigenlijk wel veilig. Dit is eigenlijk wel goed zo. We houden het hierbij. We houden het hierbij. Weet je, dat is voor de kerk ook. Ik heb een keertje een boek gelezen, niet meer op de winkel passen. En dat kwam er eigenlijk op neer. Van als je op de winkel gaat passen, dan ben je tevreden met hoe het nu is en dan heb je geen dromen meer. Maar als je wilt doorbouwen met elkaar, dan blijf je altijd weer grond in bezit nemen. En dan moet je met God overleggen wat jouw grond is. En daarin moeten we luisteren naar zijn stem. Maar we moeten wel de grond die hij heeft aangewezen dan ook wel in bezit gaan nemen. En niet blijven bij wat een beetje minder is. Weet je, ik heb mensen ontmoet en God had een wonder van genezing in hun lichaam gedaan. En toch durfden ze nog steeds niet te gaan sporten. God heeft ze genezen en ze zeggen, ja, nee, maar ik blijf het rustig aandoen. Want wie weet. Dat ik denk van, oké, maar God heeft het laten zien. Hij heeft zijn macht zelfs laten zien. Hij heeft zijn hart door zijn hand bekendgemaakt. Hij doet het. Hij geeft een belofte. En dan pakken we hem voor de helft. Van oké, nou, we leven gewoon ons normaal leefje. Maar dat extra, dat kan niet meer. God heeft wonden van afwijzing verbonden. Maar we durven mensen nog steeds niet toe te laten. Weet je, God heeft promotie op je werk beloofd. Maar je gaat toch maar niet daarop solliciteren. Want je denkt van, ach ja, zoals het nu gaat, kan het eigenlijk ook wel.
Er zijn zoveel verschillende facetten waarin we mogen leren om het beloofde land in bezit te nemen. En het volk Israël moest iedere keer weer, als ze een stap namen, moesten ze geloven dat God voor hen uitging. Iedere keer weer als ze een stap namen in dat beloofde land. Ze moesten het nog veroveren. Hè? God zegt, betreed het land, elk stukje grond waar je gaat, zal ik je geven. Maar ze moesten nog wel de vijand verslaan. Ze moesten nog wel de huidige inwoners moesten ze verslaan. Elke keer moesten ze weer geloven dat God trouw was en zijn belofte stand hield. Maar ik geloof dat God je vandaag zegt, loop door, want anders mis je de totale vervulling. Een deel van de vervulling is mooi, maar loop door, anders mis je de totale vervulling. De tweede sleutel is dat de strijd komt pas na de belofte. Caleb was een man van geloof. Weet je, meer dan 40 jaar geleden, 45 jaar geleden, had Caleb die belofte ontvangen. En hij vertrouwde nog steeds op het woord van God. Hij had het 45 jaar geleden had hij het ontvangen. En nog steeds wist hij, hey, maar God heeft me in leven gehouden en God gaat me dit geven. Ik ben nu 85, maar ik ben nog net zo sterk. Maakt niet uit, God gaat het aan mij geven, want zijn woord is trouw. 85 jaar was hij inmiddels. 45 jaar lang heeft hij gewacht. Laten we gewoon eens even eerlijk in ons hart kijken. Als wij 45 jaar op de vervulling van een belofte moeten wachten, geloven we dan nog precies als 45 jaar geleden? Man, ik ben nog niet eens op 2/3 van 45 jaar leven. Nee, 2/3. Ik ben nog geen 30. Nee, ja, nee, ik ben er nog niet. Moet je nagaan wat een tijd dat is. Maar Caleb stond nog steeds in hetzelfde geloof als 45 jaar geleden. 45 jaar geleden had hij dat beloofde land al gezien. Hij was met 10 flapdrollen en met Joshua. En ze hadden gekeken en hij had naar eer en geweten, had hij verslag uitgebracht aan Mozes. Hij zegt, zo, die gasten zijn groot, die zijn niet te missen. Dat was zijn perspectief. Die zijn zo groot, net als David, die zijn niet te missen. Want als je zo groot bent, dan word je makkelijker geraakt. En die andere 10, die denken, oh, ze zijn zo groot, wij zijn sprinkhanen. Beter doen we het niet. Caleb had toen al geloof. En nu heeft hij nog steeds, 45 jaar later, heeft hij precies hetzelfde geloof. Maar tussen die belofte en de vervulling, daar is de strijd. Eerst had hij 45 jaar strijd in de woestijn. Hij moest met het volk Israël optrekken. Hij was een van, samen met Joshua, die overbleef van de generatie. En hij moest dat aanzien. Hij moest aanzien hoe het volk Israël iedere keer weer morde. Iedere keer weer klaagde bij God. Iedere keer weer dacht van, waren we maar in Egypte gebleven. Iedere keer zien we dat hij daarin standvastig moet blijven. Hij moet zorgen dat hij zich niet daarin laat meeslepen. Hij moet geestelijk moet hij fit blijven, krachtig blijven, scherp blijven. 40 jaar. En dan ook nog eens ouderdom. Hij wordt elke keer een dagje ouder. Hoe vaak denken we niet van, ja, God heeft die belofte gegeven, maar ik ben nu al, vul zelf maar in, de jaren zijn er overheen gegaan. Ja, dat zal inmiddels wel voor de volgende generatie zijn. Nee, Caleb kijkt niet zo. Caleb denkt niet dat de belofte van God op een gegeven moment overgaat. Nee, zijn woord houdt stand. Dus op het moment dat God mij dit heeft beloofd, dan ben ik inmiddels 85. Maar hey, ik ben nog fit en ik ben nog sterk en ik kan nog het leger aanvoeren. We gaan strijden. En als God bij mij is, wie houdt mij tegen? Als God bij mij is, dan ga ik dat land in bezit nemen. Het is goed om sterk te blijven daarin. Het is goed om de strijd te herkennen na de belofte. Anders raken we in de war. Dan denken we van, oh, maar hij had toch beloofd. Maar de strijd komt pas na de belofte. Maar Caleb was blijven vertrouwen. Caleb is overigens niet de enige. Als we kijken naar Abraham, zijn strijd komt eigenlijk pas na de belofte. 25 jaar moest hij wachten op Isaac. Zijn strijd met wachten komt pas na de belofte. Toen werd het pas reëel. Toen ging op een gegeven moment ging hij met zijn vrouw erover hebben. En ging hij met een slavin naar bed. Om uiteindelijk toch maar een zoon. De strijd begon pas na de belofte. David, zijn strijd begint pas na de belofte. Hij wordt gezalfd en hij moet op de vlucht. Hij wordt gezalfd en hij komt aan het hof en hij verslaat Goliath. Maar daarna moet hij jarenlang vluchten voordat hij koning wordt. De belofte lag er al, de zalving was al geweest. Vanuit God was het al duidelijk gemaakt. Maar hij moet nog jarenlang op de vlucht. En ik ben erachter gekomen dat ons perspectief op tijd is soms de grootste tegenstander van ons geloof in de belofte van God. Want wij denken, oh, de tijd tikt door.
Oh, het is al een jaar geleden. Oh, het is al 2 jaar geleden. Oh, het is al 10 jaar geleden. En we gaan twijfelen aan de belofte van God door de tijd. Maar ik leer in dit verhaal dat God nooit te laat is. God was niet te laat voor Caleb. God was niet te laat voor Caleb. Het was ook niet zo dat Caleb nog net naar binnen kon en toen omviel omdat hij al zo stokoud was. Nee, hij kon het land zelfs nog veroveren met zijn leger. God kwam niet te laat voor Caleb. God komt niet te laat voor jou. Hij was nog even sterk als 40 jaar geleden. Hij was fit gebleven, hij was trouw gebleven, hij was krachtig gebleven. En dat is waar we gevormd worden. Tussen de belofte en de vervulling. Tussen de belofte en de vervulling, daar vindt de strijd plaats. Daar ga je uiteindelijk fit en krachtig blijven worden. Caleb, die had in de woestijn geleefd, maar hij was fit gebleven. En dan kijk ik vooral even naar het geestelijke aspect. Hij was geestelijk fit gebleven. Hij had zich echt kunnen laten ontmoedigen door het volk. Hij had echt met ze mee in de put kunnen gaan zitten. En denken van, man, dit duurt zoveel jaar al. Het duurt nu al 45 jaar. Het zal wel aan mij voorbij gaan. Het zal wel voor de volgende zijn. Maar hij blijft fit, hij blijft trouw en hij blijft geloven. En de laatste sleutel is... Je moet innemen wat je gegeven is. Jozua spreekt tegen Caleb en hij zegende hem en hij gaf hem het land. En het leuke is, daarna moet hij het nog gaan innemen. Dus het is hem gegeven en daarna moet hij het nog gaan innemen. God geeft je de belofte en daarna mag je hem gaan innemen. Zoals het in Jozua 1 vers 11 ook staat. Want ze moet het land in bezit gaan nemen dat ik hen zal geven. De belofte van God gaat voor hen uit. Weet je, als je natuurlijk kijkt, dan is het heel raar dat Jozua dit land geeft aan Caleb. Hoe kan je iets geven wat je nog niet bezit, als het ware? Hoe kan Jozua een stuk land geven wat nog niet veroverd is? Als je er natuurlijk naar kijkt, klopt dat niet. Maar als je er geestelijk naar kijkt, dan doet Jozua dit ook in geloof. Hij had hetzelfde geloof als Caleb, want hij zegt, ja, ik weet het nog, 45 jaar geleden, ik stond naast je toen Mozes dat zei, en hij beloofde jou het land van Hebron. Weet je, bij deze, ik geef het jou. Want ik erken de woorden van Mozes. Ik erken daarin de opdracht van God. Ik erken wat God heeft beloofd aan jou. En ik geef het jou. Ga me innemen. En dan mag Caleb het nog gaan innemen. Weet je? Ik denk dat we vaak zelf proberen in te nemen wat misschien nog niet beloofd is. En dan gaan we zelf worstelen. Dan gaan we zelf lopen, dan gaan we zelf marcheren als het ware. En dan zijn we zelf bezig met gebalde vuisten. We moeten onszelf verdedigen, we moeten het zelf doen. We moeten zelf de strijd voeren. Oh, ik ervaar strijd. En vaak ontdek je dat op een gegeven moment komt de openbaring van, oh nee, maar het is God die het geeft. En dan gaan we in deze houding. Dan gaan we van gebalde vuisten gaan we naar ontvangende handen. En dan gaan we, als het ware, gaan we wachten tot de vervulling van de belofte doorbreekt. Gaan we wachten totdat het eindelijk zover is. Maar we hoeven niet meer te wachten. Want na de belofte hoef je niet meer zo te staan, want je hebt het ontvangen. De belofte, die moeten we ontvangen. Maar de vervulling, die moeten we gaan innemen. Dus waar je misschien zo begon, toen leerde je genade kennen. Toen leerde je Gods principes kennen. Toen dacht je, oh, ik mag het ontvangen. Ik mag het ontvangen, ja, de belofte heb je ontvangen. Dan mag je nu zo verder gaan. Ik wil vragen of het worship team alvast naar voren komt. Dan mag je nu zo verder gaan. Want je mag hem prijzend, hem aanbiddend, hem lovend op zijn woord, mag je het land in bezit gaan nemen. Weet je, uiteindelijk is het God die voor ze uitgaat. Iedere keer weer zie je dat God de strijd strijdt. Iedere keer weer zien we dat God de overwinning behaalt voor ze. Maar ze moeten wel gaan. Ze moeten wel het land in bezit gaan nemen dat God ze heeft beloofd. En dan gaat God voor ze uit. Wij denken vaak dat we de vervulling moeten ontvangen, maar we moeten de vervulling innemen. En vaak denken we dat we de belofte moeten verdienen, maar die moeten we juist wel ontvangen. De belofte moeten we ontvangen, niet verdienen. En de vervulling daarvan moeten we innemen. Niet ontvangen. Het is belangrijk om die dingen in de juiste volgorde toe te passen in ons leven. En ik ervaar ook zo, Gouda is ons gegeven. God heeft ons geplaatst in Gouda als kerk. En hij heeft een belofte op de gemeente gelegd.
En we geloven in die belofte. We geloven dat mensen hier tot herstel zullen komen. We geloven dat families hier tot herstel zullen komen. We geloven dat mensen hier Jezus zullen aannemen. Dat ze niet alleen gered zullen worden, maar ook gediscipeld zullen gaan worden. Dat zijn de beloftes die over de gemeente liggen. We geloven dat wat er al is uitgesproken, dat er uit deze gemeente ook weer nieuwe gemeentes voort gaan komen. Om de rest van Nederland ook weer te gaan zegenen. Die beloftes die liggen er. Maar als wij zo gaan staan en denken van, oh Heer, stuur de mensen maar. Dan zijn we geen grond in bezit aan het nemen. We mogen zo aan de slag gaan. Hem lovend, hem prijzend. Zoals Israël rondom Jericho ging. Lovend en prijzend, totdat de muren omvielen. Totdat de muren omvielen en ze het in bezit konden nemen. Weet je, ik geloof dat het belangrijk is dat we op de juiste manier leren met de beloftes van God om te gaan. En in Nederland is dat soms van, ja, maar je moet God niet voor je karretje spannen. Maar dat is echt, dat is het tegenovergestelde. We doen Gods belofte tekort op het moment dat we het land niet in bezit nemen. We doen Gods belofte tekort, want we halen niet het maximale uit zijn belofte. Wat hij heeft beloofd, heeft hij al voor je klaargemaakt. Wat hij heeft beloofd, ligt al gereed voor jou. De enige vraag is, komt jouw voetstap op dat stukje grond? Komt jouw voetstap op dat stukje grond? En we zien iedere keer in de Bijbel weer, zien we dat door hem te prijzen, door hem te aanbidden, door over te geven aan hem, zien we dat de overwinning behaald wordt. Gideon, hij had niet eens wapens bij zich. Het enige wat ze moesten doen, was een kruik stuk slaan, zodat de vlammen oplaaiden. Het vuur van de Heilige Geest oplaaiden. Ze moesten zichzelf stuk slaan. Kruiken staan voor aardewerk, voor de mens in de Bijbel. Ze moesten zichzelf stuk slaan, zodat de Heilige Geest kon oplaaien. Ze hadden niet eens wapens. God gaat voor je uit. Op het moment dat hij de belofte heeft gedaan, gaat de belofte altijd voor je uit. Gaat de hand van God daarin altijd voor je uit. Daar hoef je niet onzeker over te zijn. En wat we dan zien, is dat ze bij Hebron komen. Hebron is de plaats waar Abraham ook neerstreek. Hebron is de plaats van aanbidding. Het eerste wat Abraham deed in Hebron was een altaar oprichten. Hebron is een plaats van aanbidding. Hebron is een plaats van verbond, waar God en Abraham het verbond sloten met elkaar. Hebron is een plaats van vrede. Want zoals we lezen in Jozua 14, laatste vers. Hiermee eindigde de oorlog. Hiermee eindigde de strijd. Dit was de vervulling. Dit was de vervulling. En jij hebt een Hebron nodig in je leven. Iedereen van ons heeft een Hebron nodig in zijn of haar leven. Want Hebron is de plaats van rust. De plaats van aanbidding. De plaats van het verbond. De plaats van intimiteit met God. Het dicht aan zijn hart zijn. We verlangen naar Hebron. En we mogen het innemen. We mogen die plek innemen. Ik wil vragen, als jij daarna verlangt om nieuwe grond. Weet je, dit is ook echt voor 2020. Om nieuwe grond in te nemen. Om de belofte die God je heeft gedaan. Om daarin te blijven staan. Misschien ben je het geloof verloren de afgelopen jaar. Of misschien wel de afgelopen jaren. Misschien ben je het geloof verloren. Weet je, vandaag is de Heilige Geest hier om nieuw leven in te blazen. Hij is de enige die nieuw leven kan inblazen in de belofte. Want de belofte staat nog steeds. Maar hij kan in jouw hart kan die gedempt zijn. Hij verlangt ernaar om het nieuw leven in te blazen in jouw leven. Want hij neemt jou zo serieus. Hij vindt jou zo belangrijk. Hij kijkt zo naar jou om. Hij vindt jou belangrijk. En dat is voor een ieder. Het is voor een ieder. Zijn belofte houdt stand. Want hij is trouw. God kan zijn woord niet intrekken. God kan zijn woord niet intrekken. Ik ervaar dat er sommigen hier zijn die denken van, ja, maar ik heb het gewoon zo vaak. Heb ik het gemist? Hij zal het wel aan een ander hebben gegeven. Nee. Weet je wat dat zou betekenen? Dat hij nog geen plan had voor die ander. Dat kan helemaal niet. Soms kunnen we heel krom denken. Nee, hij had een plan met jou en dat plan houdt stand.